Vandaag is door de rechtbank Arnhem in staat van faillissement verklaard een aantal vennootschappen. Waaronder de vennootschap Aqua Zoo hier in Leeuwarden. Maar ook dierenpark De Wissel BV in Epe, het klein dierenpark. En een dierenpark in Overloon. Dat zijn drie dierenparken die vallen onder Palmarie BV. Dat is de overkoepelende vennootschap. Die is vandaag in staat van, die zijn allemaal in staat van faillissement verklaard. Hoe is het zover gekomen? Dat is altijd een combinatie van factoren. Uiteindelijk hebben ze zelf het faillissement aangevraagd. En dat is, de combinatie daarvan is dat de schuldenlast die is altijd hoog geweest en is hoog gebleven. Die kon moeilijk worden ingelost. En dat kwam ook onder andere omdat het bezoekersaantal is afgenomen. Wil je attractieparken en dierenparken aantrekkelijk houden, dan moet je goed investeren. Dan moet je met nieuwe attracties komen. Dan komen mensen vaak terug. En daar is veel geld voor nodig. En dat is er alleen als er heel veel ruimte is. En als je voldoende kan opsparen om dat op die manier ook uit te geven.